Nu ze weg zijn, kijk ik uit hun ramen en zie precies datzelfde uitzicht. Precies diezelfde wereld van 20 jaar her. Toen ik hier kwam wonen. Hey Lindsay. Hi, hi. Zal ik gewoon vanaf het begin beginnen? Ja, is goed. Ik ben dus bezig met een zoektocht naar ondertekst, naar die Maastrichtse spraakmethode. En informatie om te ophalen bij Berkel, op de toneelacademie of in de basis is het eigenlijk verbeelding door middel van taal, dus echt de taal zelf. En spraak, dus welke ondertekst geef ik. Een paar acteurs waarmee ik samen met teksten aan de slag kan. Is het dan ook jouw zoektocht van hoe kan ik die methode gebruiken als regisseur? Of? Ja, dus eigenlijk ben ik op zoek naar houvast en verbeelding door middel van taal en spraak. En zo min mogelijk poespas daaromheen, om daarmee verbeelding op te wekken bij het publiek. Die tekst is meer een excuus om het met elkaar over het vak te gaan hebben. En een excuus om met elkaar te kijken van, oh ja, wat zit er nou in zo'n tekst en wat kunnen we daarmee? Ja, precies. Tof. Is het ook een beetje terug naar school of zo? Beetje wel, hè? Ja. En jij hebt de teksten gekozen. Ja. En het bijzondere aan dat ik gekozen heb voor poëzie en niet zozeer voor een personage is dat je, voor repertoire of zo, dat je een personage ertussen uithaalt. Dus dat we heel erg de taal kunnen laten zijn en kunnen zoeken naar de zegging van taal. Zal ik een keer lezen? Je hoeft er nog niks aan mee te geven, dat we gewoon even kijken van, oh ja, wat is de tekst nou op zich? Is goed. Vertrek van dochters. Ze moesten inderdaad gaan. Ik had het gezien aan hun gezichten die langzaam veranderden. Van die van kinderen in die van vrienden. Van die van vroeger in die van nu. Hoe is die Maastrichtse spraakmethode, die nu helemaal is uitgegroeid tot zelfs die herijkte ondertekst. Ja. Hoe is dat ontstaan? Waar is dat begonnen? Ja, het is een lang verhaal. 50 jaar geleden werd ik benoemd aan de Toneelacademie Maastricht. En daar werd geacht dat ik daar spraakles gaf aan aankomende acteurs. En dat bestond in wezen uit correct Nederlands en verstaanbaar tot en met de achterste rij. Er kwam natuurlijk meer bij samenspel en andere aspecten. Maar de essentie van wat uiteindelijk ondertekst geworden is, of de methode geworden is, die was er niet. Nou, ik had geen belaste achtergrond van toneel, dus ik kon daar vrij op reageren. Ik heb toen ongelooflijk veel lessen bezocht, toneelstukken bezocht, erover gelezen. En uiteindelijk was er een conclusie. En dat is toch dat het draait om taal. Toneel is een vorm van taal. In eerste instantie is natuurlijk beeld heel belangrijk, maar zonder taal is er geen toneel. We hadden les van Oene en van Erik Hermans. Met z'n tweeën bepaalde je eigenlijk letterlijk het geluid in Maastricht. En Gemma Visser gaf zanglessen. Dat was eigenlijk een soort drie-eenheid. Dus je hebt het over spreken. Je hebt het over de techniek van het spreken. Dus je hebt het adem, spreken, gewoon de techniek van je stem. Je hebt het over de interpretatie. En je hebt het over zingen. Het zijn drie dingen. En die komen allemaal bij elkaar in de stem. En wat ik merkte was eigenlijk
Wat enorm helpt in je opleiding is discipline. En wat wij hadden in Maastricht, ik weet niet of dat bij jou hetzelfde was, hadden we eigenlijk een ijzeren heinig schema. Beginnen met een uur of anderhalf uur beweging. Dan in de ochtend van 10 tot 1 stem en muziek. En 's middags gaan we spelen. En dat was gewoon, en dat je A en B training, dus de stemontwikkeling en interpretatie. En dat kreeg je eigenlijk 3,5 jaar lang elke dag. En daardoor wordt het gebruik van je stem wordt iets automatisch. Je gaat er niet meer bij nadenken. Het zit er helemaal in. En dat is techniek eigenlijk. Ja, als we die daar in die hoek zetten, dan kan ze toch misschien even in dat hoofd. Voor mij is het eigenlijk heel erg belangrijk dat de student zijn waarneming traint. Wat hoor ik? Wat gebeurt er? Hoe doe ik dat? Hoe klinkt het? En ik wil dat elke student zijn eigen zoektocht aangaat naar zijn eigen materiaal, zijn eigen stem, zijn eigen uitspraak, zijn eigen verstaanbaarheid, zijn eigen verhouding tot het publiek. Dat is het hele technische deel. En daarna ga je nog de verbinding met de taal aan. En de verhouding tussen, wij noemen dat de expressieve elementen van de spraak. Dus ritme, melodie, dynamiek en timbre en de taalbetekenis. Welke invloed kun je daarop uitoefenen? En de vorm waarin dat gebeurt, we oefenen altijd alsof je op de vloer staat. En alsof er een publiek is. Want dat is het spannende deel. Verwonderd staat men te kijken hoe hij het voorjaar uit zijn takken laat kruipen. Zo groen en zo geel zijn de jonge loten en de stuifmeelbloemen. Ja, en dan de jonge, daar gaat jonge, hij naar de jonge loten, ja. De dat... jonge, ja, oké. Okay. De jonge loten en de stuifmeelbloemen, helder afstekend tegen het donkere groen van de dennennaalden en het blauw van de lucht. Blauw van de lucht. Ja. Waar had ik de dennennaalden? Vond je het die raar klinken? Volgens mij zei ik hem zoals je hem hoort te zeggen. Een keer. Hij klonk beter als ja, dan normaal. Ja. Goed klinken. Ja. Maar heb je het over je nasaliteit? Nee, die zat er denk ik wel. Maar zeg maar, ik zei altijd dennennaalden. Ja. Met O-A. Ja. Dennennaalden. Het viel me niet op. Dus. Daar staat in de duinen een oude, kromgegroeide zeepijn mishandeld door de wind. Verwonderd staat men te kijken hoe hij het voorjaar uit zijn takken laat kruipen. Zal ik, moet ik de titel, dat zit er zo in. Ja, doe maar. Ja, doe maar. Ja, doe maar wel. Vertrek van dochters. Ze moesten inderdaad gaan. Ik had het gezien aan hun gezichten die langzaam veranderden. Van die van kinderen in die van vrienden. Van die van vroeger in die van nu. En gevoeld en geroken als ze me kusten. Een huid en een haar die niet meer voor mij waren bedoeld. Niet zoals vroeger, toen we de tijd nog hadden. Er was in ons huis een wereld van verlangen, geluk, pijn en verdriet gegroeid. In hun kamers waarin ze verzamelden wat ze mee zouden nemen. Hun herinneringen. Nu ze weg zijn, kijk ik uit hun ramen en zie precies datzelfde uitzicht. Precies diezelfde wereld van 20 jaar her, toen ik hier kwam wonen. Ja, mooi. Ja, alleen, weet je wat het is? Het kan nog langer, hè? Ja. Want het is inderdaad het is eigenlijk een oneindig gezicht. Ze moesten inderdaad gaan openhouden. Ja, exact. Dus je houdt die gedachte eigenlijk open. Ja. En je voegt eigenlijk toe daar. Exact, exact. Ik had het gezien aan hun gezichten
die langzaam veranderde. Van die van kinderen in die van vrienden. Van die van vroeger in die van nu. Ja, ja, heel mooi, heel mooi. Want dan is het echt een... Dit, die laatste zin, ook een soort explicitering of een herhaling van die van kinderen in die van vrienden. Ja, dat je zo voelt van die van toe, van dit, die van nu. Naar dat, naar nu. Daar landt hij een beetje, maar ook weer niet, want ja. Het is niet meteen een... Het is nog geen punt. Nee. En toch voel je wel, dat wordt bij elkaar. En waar zit je nu, waar loop nee, je nu tegenaan? Nee, ik ben eventjes gewoon even aan het kijken van... Wat van, staat er nu? Ja, precies. En hoe doe je dat dan? Ik heb eigenlijk geen idee. Ja, dus je leest gewoon die tekst en dan kijk je welke beelden roept dat op, of niet? Ja. Ja. Ja, heel grappig. Omdat ik het misschien al zo vaak gedaan heb dat ik daar bijna overheen stap. Want ik heb ook echt het gevoel... Ja, dat die persoon... Hoe vaak heb jij deze tekst dan zeg maar gelezen? Ja, misschien 30 keer. En ook al 2 uur met iemand aan gewerkt. Ja, en dat En dan denk ik van... Dan vind je toch dingen die dan zeg maar... Ja, dan zit dat er misschien weer vast in. Maar als je dan zeg maar naar de vinden... eerste... Maar als je zeg maar naar de eerste keer gaat... Ja? Ben je dan ook aan het zoeken? Of ben ik dat nu alleen? Nee, toen was ik ook heel erg aan het zoeken. En ik merk nu dat ik een soort beeld heb van hoe dat dan zou moeten klinken. Maar het zou zonde zijn, want dan krijg ik straks 2 keer exact dezelfde tekst. Van Copland. Vertrek van dochters. We gaan er gewoon aan werken. Dus okay. We kijken wel wat er komt. Ik heb nu is het voor de 3e keer voor mij dat ik met die tekst aan de slag ga. Met deze tekst. Ja, exact. Wat gebeurt er nu eigenlijk? Omdat het voor mij ook als regisseur wel heel interessant is. Hoe begin je eigenlijk als acteur? Gewoon eigenlijk helemaal de basis. Wat zijn nou de eerste dingen die je eigenlijk doet als je zo'n tekst voor je krijgt? Ja, ja. Eigenlijk geen idee. We nemen allemaal maar aan dat we dat allemaal hetzelfde doen of zo. Ja, leuk. Tof. Mooi. Kan je me een keer lezen? Ja. Vertrek van dochters. Ze moesten inderdaad gaan. Ik had het gezien. Aan hun gezichten die langzaam veranderden. Van die van kinderen in die van vrienden. Van die van vroeger in die van nu. En gevoeld en geroken als ze me kusten. Ja, kijk, ik ben op zoek naar vastigheid, natuurlijk. Ja. Wel, ik ben afgestudeerd. Ja. Zijn er nu dingen, tools? Wat doe je? Waar begin je? Hoe? Verbeelding door middel van taal. Ik denk dat je echt moet beginnen met het begin. Met de analyse van de tekst. Wat staat er nou precies? Wat wordt ermee bedoeld? Wat doet dat met mij? Wat is mijn gevoel daarbij? Wat wil ik met die tekst zeggen? En dan komt de tekst leren. Gewoon goed leren. En beter leren. En zo leren dat je de afwas kan doen. En zo leren dat je hem op de fiets kan doen. En zo leren dat je eigenlijk naar een ander gesprek luistert en ook nog je tekst kan doen. Maar voor mij is het... Het begint alles met de impuls en de ademhaling. Dat is iets wat ik... Wat ik merk dat zo belangrijk voor tekst is, is de adem eronder. En de adem is emotie. Ja, als ik schrik van iets, dan is het niet ik schrik, maar dan is het... Ik haal adem, weet je wel. Of als ik boos ben, dan haal ik eerst adem. Zeg. En nou, weet je wel. En dus die adem haalt die emotie naar boven. Dus op het moment... dat je die structuur van die tekst van Shakespeare bijvoorbeeld begrijpt. En je begrijpt waar de adem en hoe de boog zit en hoe dat in het gevoel zit. Dan ken je de structuur, dan ken je eigenlijk alles. En dan, zeg ik, moet je er jazz van maken eigenlijk. Dan moet je alles vergeten en dan
kan je de pauzes leggen waar je wil, omdat je weet wat de structuur is. Hè? Dus dan kan je bij wijze van spreken zijn of niet zijn. Dat is het probleem. Dat leg ik de pauze alleen maar zijn. Maar je kan ook zeggen zijn of niet zijn. Dat is het probleem. Maar de adem, de spanning van de adem gaat door. Hè? Dus je hebt die spanningsboog van de adem die naar het eind van de zin gaat. En daarbinnen, als je je voorbereiding goed hebt gedaan, dus dat betekent dat je eigenlijk die tekst helemaal begrijpt en alles ermee kunt, dan ga je ermee goochelen. En mijn idee over spelen is dat je elke avond kijkt wat de juiste beslissing voor die avond is. Er was in ons huis een wereld van verlangen, geluk, pijn en verdriet gegroeid. In hun kamers waarin ze verzamelden wat ze mee zouden nemen. Hun herinneringen. Nu ze weg zijn, kijk ik uit hun ramen en zie precies datzelfde uitzicht. Precies diezelfde wereld van 20 jaar her. Toen ik hier kwam wonen. Mooi. Er was eentje die gek was. Ja, en dat is deze. Ja, die hoorde ik. En dat komt omdat, denk ik, hun herinneringen een explicitering is... van wat, daar, wat ze daarvoor van zegt. Wat daarvoor gezegd wordt. Dus eigenlijk zit die punt al bij zouden nemen. Ja. Hun herinneringen. Ja, dat is hem. Wauw. Ja. Wauw, het wordt zoveel beter. Het wordt opeens helemaal helder waar die tekst heen moet. Of waar dat over gaat. En het is opeens puur technisch. Maar jij hoort dus nog wel waar de tekst over gaat. Want ik ben nu echt aan het focussen op iets anders. Ja, er komt ruimte voor mij om de teksten te horen. Om de beelden voor me te zien. Je kan werken met langzaam, snel of zacht, hard. En dat zijn natuurlijk ook technische dingen. Maar... Want dat is datgene wat we moeten onderzoeken, denk ik. Want misschien kom ik er gewoon op uit, want het is precies wat je zegt. Kan het wel? Geen ondertekst meegeven aan taal? Nou ja, dat is wat ik net zei. Uiteindelijk is alles een keuze wat je met taal doet. Dus de vraag is, waar kies je voor? Ja, en ik vond die laatste versie eigenlijk heel mooi. Want dan heb je aan de ene kant toch... Ja, je hebt toch een spanningsboog. Je gaat toch met iemand mee... Je geeft dan toch... Ja, en ik denk ook een andere spanningsboog dan wanneer je de tekst gewoon leest. Ja, ja. Waarin je toch kleurt in... Ja, omdat ik ook veel meer, denk ik, dan opeens kan sturen in waar jij heen gaat als luisteraar. Ja, dat voelde ik wel. En hoe jij luistert. En er is nog steeds heel veel ruimte voor interpretatie. Maar je kan het wel net iets meer... sturen. En de vraag is, wil je dat? In hun kamers waarin ze verzamelden wat ze mee zouden nemen. Hun herinneringen. Nu ze weg zijn, kijk ik uit hun ramen en zie precies datzelfde uitzicht. Precies diezelfde wereld van 20 jaar her, toen ik hier kwam wonen. Ja. Ja, want als ik nu zie, dan is het in, dan zou je zou kunnen denken dat het een bedenking is van iemand wat er gebeurt bijna. Ja. Ze moesten inderdaad gaan, ik had het gezien. Dat is eigenlijk, het komt vanuit het niks. Het is niet dat hij begint met, god, ik heb twee dochters, we zijn samen. Het begint eigenlijk midden in zijn gedachtegang. Ja. Namelijk, ze moesten inderdaad gaan, inderdaad... Het lijkt alsof daar inderdaad alsof iemand daar al een opgooi heeft gedaan van ja, maar ze moesten toch eigenlijk al gaan en ja, god, ze moesten inderdaad gaan. Alsof het al het gesprek al bezig is en dan gaat hij eigenlijk van die hele droge constatering van het feitelijke van dat ze moesten gaan, gaat hij opeens dingen beschrijven. Hij duikt het beeld in, voor mijn gevoel. Zullen we hem een keer opnemen? Ik stel voor om hem een paar keer op te nemen. Okay. Ik heb wat opnames gemaakt. Vertrek van dochters. Ze moesten inderdaad gaan. Ik had het gezien aan hun gezichten die langzaam veranderden. Van die van kinderen en die van vrienden.
van die van vroeger in die van nu. En gevoeld en geroken als ze me kusten. Een huid en een haar die niet meer voor mij waren bedoeld. Niet zoals vroeger, toen we de tijd nog hadden. Er was in ons huis een wereld van verlangen, geluk, pijn en verdriet gegroeid. Ja, daar zitten in hun dus kamers waarin ze... Daar zitten die valse pauzes, ja. Hè? En die ook in de expressie van de klank ga ik dan mee. Maar die valse pauzes die maken dat ik onnodig een onderbreking krijg. En dat is een afzwakking van de zeggingskracht. Wat is dat, een valse pauze? Dat is een pauze die geen pauze hoort te zijn. Dus als ik nou zeg, dit is een valse pauze, dan zeg ik niet, dit is een valse pauze, punt. Dan zeg ik, dit is een valse pauze, dan gebruik ik een hupje, een ritme. Dat kan versterkend zijn, maar als ik dat overdreven doe en te vaak doe, om vanuit de tekst vooral duidelijk te zijn, dan verbrokkel ik mijn taal. Dan haal ik de fluency eruit, maar dan haal ik ook de logische gedachtenstroom. In wezen doorbreek ik dan met geluid zoals die niet in de mens zelf plaatsvindt. Dus dan is de overdracht daarmee ook beïnvloed. Dus ik vind valse pauzes verschrikkelijk. Ik heb daar best wel een beetje mee gezeten met dit gedicht. Ja. Omdat hoe het geschreven staat, dat is altijd natuurlijk enorm belangrijk bij poëzie. En Rutger Kopland, de eerste regel, ze moesten inderdaad gaan, comma. Ik had het gezien, enter, aan hun gezichten die langzaam veranderden, enter, van die van kinderen in die van vrienden, comma, van die van vroeger in die van nu. We hadden best wel met elkaar dat we dachten, nee, maar dat moet door. Ze moesten inderdaad gaan. Ik had het gezien aan hun gezichten die langzaam veranderden van die van kinderen in die van vrienden. Ja, nee, maar zoals je het nu doet, als je die pauzes eruit laat, dan kom je al veel dichter bij je luisteraar, toch? Dat gevoel hadden wij, ja, ook nee, sterk. Ja, nee, maar dat is absoluut zo. Dus die komma's die zijn ook maar kunstmatig en die pauzes die zijn dan ook kunstmatig. Zoals je het de tweede keer doet, als die fluency als dat doorloopt, dan is dat logisch. En als je nu ook nog daarin betrekt, en dan komt de expressieles, dat die man daaraan terugdenkt met een zekere spijt of met iets wat hij verloren heeft. En als jij je dus, en dan ben je dus geen acteur, je hoeft dat niet te spelen. Maar als je als persoon nu gewoon terugdenkt van dat daar weemoed is, dat het zo gegaan is en dat het ook onherroepelijk is. Maar dat dat iets oproept in de mensen, dat je denkt, er gaat ook iets weg, ik raak iets kwijt, want dat is wat hij zeggen wil. Hoort deze zin weer op, hè? Nee. Goed, we gaan de eerste ronde doen. Dus je doet het gedicht één keer sowieso, dan onderbreek ik niet. En de tweede keer, je blijft gewoon staan en dan doe je hem nog één keer. Ik ben heel benieuwd wat jullie hebben meegenomen. We gaan even luisteren. Het ruist in mijn holtes. Mijn holtes zijn leeg. Niemand zag het, maar ik stapte uit mijn huid en ik was naakt. Dus je begint eigenlijk bij, wat is het materiaal? Maar je werkt in die 3 jaar toe naar, wie is die kunstenaar? En in die end gaat het absoluut niet om mijn smaak of wat ik wil horen. Maar dat de student weet, en uiteindelijk de kunstenaar weet, wat hij wil veroorzaken. Ja, ik vond het supermooi. Ja, ja. Heel goed. Ik denk nog over één ding na. Ik weet de betekenis van rood nog niet helemaal. Gewoon de ingewanden, toch? Bloed, ingewanden. Maar ook rood, woede. Woede, maar ook geen kleur. Niet zwart, niet wit. Iedereen is rood van binnen. Even kijken. Je hebt ook de titel maar. Ja. Vertrek van dochters. Ze moesten inderdaad gaan. Ik had het gezien aan hun gezichten die langzaam veranderden van die van kinderen en die van vrienden. Van die van vroeger en die van nu. En gevoeld en geroken als ze me kusten.
Een huid en een haar die niet meer voor mij waren bedoeld. Niet zoals vroeger. Toen we de tijd nog hadden. Er was in ons huis een wereld van verlangen, geluk, pijn en verdriet gegroeid. In hun kamers waarin ze verzamelden wat ze mee zouden nemen. Hun herinneringen. Nu ze weg zijn, kijk ik uit hun ramen. En zie precies datzelfde uitzicht. Precies diezelfde wereld van 20 jaar her. Toen ik hier kwam wonen. Ja. Een wereld van verschillen. Ja. Hier heb je voortdurend... Je zit er... Eén keer zit er een foute zin in en nog wat. Maar dat is dan niet belangrijk meer. Hè? Dat wordt dan om... Dit is goed. Of vind jij van niet? Want het is ook maar een mening. Het is brutaler. En dat geeft ruimte om meer te spelen. Er staat ook bij... gespeeld. Dus wij waren echt, Lindsay en ik waren echt op zoek naar... Oké, hoe kun je dan geen personage zijn... maar toch echt iets te spelen hebben? Iets... Je moet alleen vanuit zo'n vakgebied niet het woord spelen gebruiken... want dan zit je met je bil op de verkeerde stoel. Dus ik vermijd dan het woord spelen... maar als je het zo omschrijft zoals jij het omschrijft... komt dat er dichtbij. Als persoon heb je die inleving... en zeg je dat zoals je dat zelf zou kunnen beleven... En hier zitten ook prachtige expressies in die klinkers. Dat is gewoon muziek. En dat zit hem dus in hele kleine dingen. Maar je kunt niet zeggen, daar zo moet je zo en zo je mond houden. Hè? Dat lichaam is met die instelling die jullie toen gekozen hebben op dat moment precies ook... geeft als het ware het geluid wat je de ontvanger aanreikt. En daarmee komt de overdracht die je bedoelt... En daarom is poëzie zo geweldig geschikt om te oefenen. Dit gedicht is van Hans Lodijzen. Die heeft geleefd van 1924 tot 1950. Die is helemaal niet oud geworden. Oh, 26 jaar. Oké, de buigzaamheid van het verdriet heet het. In een wereld van louter plezier kwam ik haar tegen... glimlachend. En ze zei, wat liefde is geweest. Luister ernaar in de bomen. En ik knikte en we liepen nog lang in de stille tuin. De wereld was van louter golven en ik zonk in haar als een lijk naar beneden. Het water sloot boven mijn hoofd en even voelde ik een vis langs mij strijken in de stille zee. Ik stap elke les in en dat ik nog... ik weet niet waar het eindigt. En soms krijg ik lezingen van gedichten waarvan ik dacht... dat is wel interessant. Zo heb ik er nog nooit bedacht of nog nooit over nagedacht. Of ik zou die aanwijzing nooit hebben gegeven en iemand doet het. En ik denk, verrek, dat is interessant. En dat hoop ik, dat je dus en verrast wordt en... veel tot je beschikking hebt om te onderzoeken en te proberen om die taal levend te maken. Vogels vinden in de smidste van hun geluid. Uit. 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 Vanaf haar raak je hem zelf minder. Ik wil die laatste paar zinnen nog eens los doen. Vanaf. Welke... Is nu nog te vroeg om... Ja, want die heb je nog wel, hè? Ja. Ja, die betekent ook echt wat voor je. Ja. Begin daar eens. Het is nu nog te vroeg om nu te zijn. En neem eens iets meer tijd. Je bent nu een stuk sneller dan de vorige keren. Okay. Het is nog te vroeg om nu te zijn. Maar de rivieren vertrekken alvast. Ze hebben het geruis uit de zilverfabriek van de zee gehoord. Maar nu ben ik wel benieuwd, waarmee stuur je de student weg? Wat kunnen ze dan? Ja, voor mij hebben ze een beheersing over hun eigen techniek, over hun eigen instrument.
Ze hebben een eigen mening gevormd, een eigen gedachte gevormd. Als ze taal lezen, hebben ze een eigen fantasie en verbeelding. En maken ze keuzes, kunnen ze keuzes maken die dat bij het publiek teweeg brengt. Wat zij willen dat het bij het publiek teweeg brengt. Zullen we hem gewoon een keer doen? Ja. Vertrek van dochters. Ze moesten inderdaad gaan. Ik had het gezien aan hun gezichten die langzaam veranderden. Van die van kinderen in die van vrienden. Van die van vroeger in die van nu. Toch nog één. Nog één. Even kijken of we het met een... Van Romy. Vertrek van dochters. Ze moesten inderdaad gaan. Ik had het gezien aan hun gezichten die langzaam veranderden. Van die van kinderen in die van vrienden. Van die van vroeger in die van nu. En gevoeld en geroken als ze me kusten. Een huid en een haar die niet meer voor mij waren bedoeld. Niet zoals vroeger, toen we de tijd nog hadden. Er was in ons huis een wereld van verlangen, geluk, pijn en verdriet gegroeid in hun kamers waarin ze verzamelden wat ze mee zouden nemen. Hun herinneringen. Nu ze weg zijn, kijk ik uit hun ramen en zie precies datzelfde uitzicht. Precies diezelfde wereld van 20 jaar her. Toen ik hier kwam wonen. Ja. Er zitten ook nog wel een paar foutjes in, maar dat is in zijn geheel is dat veel dichter bij de bedoeling. Je hoort dat in dat vroeger, hè, ik weet niet of dat makkelijk terugpakt, maar dat is zo'n mooi voorbeeld van hoe zij vroeger uitspreekt. Daar komt een enorme gevoelslading als het ware in die oe mee. Die kun je niet aansturen, je kunt niet zeggen nu komt de oe van vroeger, dus dan moet ik dat en dat doen. Hè. Dat, die oe van vroeger is, kun je hem terugpakken even? Zeker. Volgens mij is het de... Tweede vroeger, laten we het dan ook. Een huid en een haar die niet meer voor mij waren bedoeld. Niet zoals vroeger. Hoor je, dat zit, toen we de tijd hoor nog dat? In die oe van vroeger, niet zoals vroeger. Ja, dat is niet zoals vroeger, maar daar zit iets onder waar die weemoed mee komt. Ja. En ja, dat zit hem nu in één klinker. Maar als dat de benadering is, als dat de manier is waarop je kan spelen... Dan is die expressie, zonder dat je erbij na hoeft te denken... want zij heeft daar niet in gestuurd in die oe. Die is gewoon meegekomen door de concentratie van wat zij als persoon meegaf aan het personage. Ik ben de vertolker en ik heb een tekst. En die tekst maak ik mezelf eigen. En ik ben het doorgeefluik van de tekst naar het publiek. En mijn interpretatie, mijn gevoel en hoe ik mijn karakter ontwikkel, wat ik me voor heb genomen die tekst uitspreekt, dat is mijn werk als acteur. Maar ik moet heel erg uitkijken dat ik niet te veel tussen de tekst en het publiek ga zitten. Begrijp je? Dus ik moet... Dan ligt illustratie op de loer of het uitleggen. Ja, uitleggen. En dat moet het niet. Je moet die tekst laten klinken. En... Als je die tekst zo laat klinken dat er geen ruis op de lijn zit, dat niemand zich stoort aan iets, dan blijft eigenlijk alleen het begrip over en het beeld. Nu ze weg zijn, kijk ik uit hun ramen en zie precies datzelfde uitzicht. Precies diezelfde wereld van 20 jaar her. Toen ik hier kwam wonen. Toneel alleen bestaat niet. Trouwens, in het algemeen kunst alleen bestaat niet. Maar ik kan als schilder, kan ik jarenlang alleen schilderen. Maar ik kan nooit alleen toneel spelen. Ik heb altijd dat publiek nodig. Dus altijd weer opnieuw die authenticiteit. En altijd weer samen met het publiek. En daarom is die overdracht ook zo cruciaal. Wij zijn taal. Jij bent taal als zender. Zij zijn taal als ontvanger. Dan krijgen we samen de werkelijkheid er wel onder. En samen krijg je de werkelijkheid eronder. Ja.